Wel, mevrouw Vermeer. Even kijken, we hebben elkaar in december voor het laatst gezien. Hoe gaat het ermee? Het gaat goed. Vertel. Ja. Deze mevrouw heeft een chronische darmaandoening. Die had ze al 10 jaar. Ze had al 10 jaar lang elke dag bloed bij de ontlasting, pijn in de buik. Wat haar in haar sociale leven enorm belemmerde. En zoals de specialist ook zei, ze stevende af op een stoma. Dus de reguliere behandeling was eigenlijk het onderdrukken van de ontstekingen zoveel mogelijk. En ja, als dat dan onvoldoende werkt, dan moet het zieke stuk er maar uit. Ik had best wel, best wel een heel druk sociaal leven. En als dan op een gegeven moment dat helemaal gericht gaat worden op jouw kwaal, dan is dat niet leuk. Boodschappen doen. Met het vooruitzicht van ik moet wel weten waar een toilet is, want anders dan haal ik dat niet. Dat nodigt dan uit tot thuisblijven. Ik dus, ja, dat gaat met zo'n eerste consult eigenlijk uiteraard natuurlijk van waarvoor je komt. En dan ook, ja, wie ben je? En hoe ziet jouw leven er tot nu toe uit? En dan is het natuurlijk aan jouzelf om te vertellen wat jij dus op dat moment wil vertellen of kwijt kan. Nou, ik heb haar voor het eerst gezien in november 2000. En toen heb ik een middel gegeven wat heel erg aansloot op haar klachten van toen. En dat was ferm. Dat zijn inderdaad krachtige mensen die bloedarmoede neiging hebben, maar die niet zeuren, gewoon doen. Ja, dan kom je hier en dan krijg je dus ijzer. En dan denk je van, hé, bijzonder. En ik vergeet ook nooit het eerste weekend. Want ik ben altijd heel aan het hobbyen. En dan zit ik dus voor, wat pas een kleine zoon, was kleertjes aan het maken en zo. Ik vergeet nooit hoe een happy weekend ik toen had. Of het de ferm, het ijzer, of het feit van het gevoel hebbende van, hé, er wordt naar mij geluisterd, er wordt iets aan gedaan, er kan ook iets aan gedaan worden. Ja, van ferm is dat dus eigenlijk gegaan naar mijn constitutiemiddel, Stavisagria, oftewel Ridderspoor. Ja, toen heb ik haar een plant gegeven. En de essentie van dat middel is eigenlijk dat mensen het belangrijk vinden om respect te krijgen. Dus in een tweede gesprek kwam naar voren toe dat achter die strijd zat eigenlijk de behoefte aan respect. Respect van anderen en ook respect voor zichzelf. En dat middel heeft haar een heel stuk verder geholpen. Er veranderde wel iets, maar dat had wel een periode nodig. Het was niet zo van, ik kom de volgende keer en mijn klachten waren over. Nee, het verminderde, maar het was niet over. De reguliere weg is een weg van constateren van de feiten. En dat is het dan. Hè? U heeft die ziekte, u moet dat leren aanvaarden. En ik vind dat dus eigenlijk niet iemand helpen om heel te worden. En met deze methode bied je iemand de mogelijkheid om heel te worden. En het lukt niet altijd helemaal perfect. En soms heb je gelukkig ook reguliere medicijnen die je soms ook nodig hebt. Maar ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat iemand die chronisch ziek is, dat hij in die staat blijft. Je ziet altijd verbetering. Verbetering van de klachten primair, maar ook verbetering van de hele constitutie, van het hele welzijn. De behandeling, de wijze van tegemoetreden, ja, dat is totaal anders dan bij de reguliere arts. Als ik daar kom, dan heb ik een afspraak en dat mag dan zoveel minuten duren. En hij vraagt, hoe is het? Hij kijkt me nog niet eens aan. Hij kijkt in de computer. En dan ga ik weer. En bij een homeopathisch arts tel jij als mens.